Elke sage, elk verhaal, ieder sprookje en legende, al wat er geschreven is. Oud of nieuw in elke taal gaat uiteindelijk over liefde of daarvan het gemis. Dus kijk maar snel, jij lillebel, soms is het er de hemel, soms ook hel. Het is bij bulken binnen echt, vaak in groot drama, dat zie je zo ook wel. Dus ga er goed voor zitten en kijk nog maar een keer naar pittige bulkentijden. Mijn god, wat wil je meer? Kevin? Ja? Boeh? Nee, dat mag niet. Dat mag wel. Ja, dat ligt het gewapen, hè? Nee, dat is... Wat ben je van plan? Nou, daar is Frans mee voor wat en we gaan Jeroen op de schuld geven. Ik werk daar niet aan mee. Ik laat Jeroen niet opdraaien. Echt niet. Echt wel? Want ik heb jou betrapt nu. Ik heb inderdaad... Nee, ik wil... Ja. Ik heb een keus. Oh nee, hè. Waar ben ik toch in beland? In mij? Oh nee, nog niet. Vooruit. Vooruit? Oh, nee. Ja. Oh. Nou, loop jij daar maar even heen. Want wij gaan een plan bedenken om Jeroen. En ik ga heel hard praten, zodat je die mobiel niet had. Wij gaan een plan bedenken om Jeroen te laten opdraaien met dat geweer. Want Jeroen, mijn wraak zal zuur zijn. Woe! Nou, ik ben Ramon. Ik heb met Jan Bartas opgehangen aan de kapstok. En ik ga me heel hard werken. Ik blijf een jaar single. Ik wil niks meer met jongens. Geen jongens. Ik ga prioriteiten stellen en het sparen. Ik ga de eerste kandidaat bellen. Mijn slachtoffer. Nou, ik zie al, het gaat al een stukken beter met je, hè? Ja, het is heerlijk, dokter. Nee. Kijk, ik hou weer omhoog, omlaag. Ik zie en het. Omhoog en omlaag. Dat gaat verschrikkelijk goed met mij. Ziet er goed uit, hè? Ja, ziet er goed uit. Ja, maar je mag bijna naar huis. Maar ik wil nog even ter observatie houden hier dokter, zo. Dokter, wat zegt u nu, dokter? Ja, dokter, dokter Michel. Het is een heerlijke kaaklijn, dokter. I adore je kaaklijn. Kijk eens, dames en heren, naar die mooie kaaklijn. Hè? En dat haar. Oh, het wordt er toch zo warm van. Dan zeg ik het netjes, hè, warm. Ja, oh, dokter. Ik wacht even onderbroken worden door de zuster. En we gaan nu zussen. Hi! Mensen, wat doen jullie hier? Oh, dokter, wat is er nou? Ik was even de amandelen van deze patiënt aan het bekijken. Oké, had hij daar last van, meneer? Ja? Oh, wat doet hij dat sexy? Wat heb je me opgewonden van? Ja, wat doet zuster, ik ben gay. Maar dan ben je het niet! Hallo, met de biobacht, zegt ik! Ja, ik praat helemaal niet hard, wat wil je nou? Ja! Hallo, ik kom geld vragen voor Jan Bart, want zij zijn een hele goede organisatie. Jan Bart zet zich in voor lerentassen, gemaakt van dieren en tropisch regenwoud. Oh, ik wil meedoen? Nou, dat is mooi. Oh, wat dan? Och, ja, ik ben ook net uit. Of, ja, mijn is ook vreemd gegaan, het is uit. Het is verschrikkelijk. Ja, ik zeg altijd maar zo, mannen, je kan niet met of zonder ze, liever bovenop ze dan onder ze. Ja. Oh, ik was kijken, ja, ik wil ophangen. Nou, €500, daar maken we 5000 van. Wat? Gaat hij ophangen? Ja, ik zal even kijken met de maandopgave van vorige maand, ja. Hé, hey, ratten, fijn dat jullie er zijn. Welkom in mijn kantoor. Het werd tijd dat ik een kantoor kreeg. Hier is mijn kantoor. Nou, ja, nee, sorry. Ik had even tegen die mensen die pittige bulken aan het kijken waren. Even kijken. Vorige maand? Ja, weer zwaar verlies. Hoe dat kan? Ja, dat weet ik ook niet. Zeg. Niet zo'n grote mond, hè? Godsamme. Dames en heren. Het gaat niet zo goed met bulken. We staan zwaar in de verliezen. Maar ik heb mijn pintjes nog. Hoe we dit gaan overleven, nou, dat zal ik jullie vertellen. We gaan meer show brengen in bulken. Dan vinden ze echt normaal dat we meer show gaan gebruiken. Ik moet nog even wat van mijn vitaminepilletjes slikken, hoor. Zo, dat is wel voor nu. Hallo, Jan Bart, zegt ik. Ja,
Hallo, met Stichting Bjorn Borg. Ik kom geld te gedoelen. Wat zeg je? Ik zeg, hallo, met Stichting Bjorn Borg. Ik kom geld vragen. Ik versta er niks van. Hallo, zeg ik. Huh? Volgens mij heeft u gehoorapparaat nodig. Oh, maar dat versta je wel. Ja, dan hang eens op. Ja, ze hangen op. Ja, gezellig. Zie je dat? Links en rechts al mijn collega's lachen. Sally Spectre. Vandaag naar huis. Oeh, dokter. Ja, ik heb weer last van mijn benen. Of tussen mijn benen. Heb je last van je benen? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen natuurlijk. Dan moet Jos voortaan vanaf blijven, lijkt mij. Is dat een goede voorschrift? Oh, ja, maar die mag weer naar huis gaan. Oh, ja, naar huis. Nou, ondanks het probleem daartussen is er verder niks aan de hand. Alleen niks forceren, dus ook niet te veel met je hoofd bewegen. Oh, ja, we gaan rijden! Misschien wel even de tosset met de we gaan rijden. Ja. Ik ga lopen. Ik weet niet of dit was of verstandig is, oh, maar... Oh, ik wel. Kom, we gaan. Inge, we gaan je in een rolstoel zetten. Nee. Inge, een beetje op de ja. En gewoon niks forceren. Het is verschrikkelijk. Ja. Wacht, ik ga erachter staan. Ik ga achter die rolstoel staan. Ja, maar anders breekt hij niet. Jongens, weet je. Ziet u zijn over de week? Nou, hè. We hadden eigenlijk een versterking nodig, maar het is van het. Ik ben niet zo vroeg. Ik ga naar huis. Ik ga je wegdrukken hoor, want ik ben zat. Kijk. Ja. Ah, Jan! Oh ja, overmachtige blondine, mooie vrouw. Luister. Ja? De klanditie gaat slecht. Nee, verschrikkelijk. Ik heb mensen nodig. Ja. Ja, ik ga je helpen. Ja! Ja. Jij moet daarvoor zorgen. Oh, wat lieflijk. Dat is stomme Kevin. Kevin. En waar is die lamp gebleven? Oh, die is begraven. Ja, dat kan me niks schelen. Ja, we stoken. Ik wil een lamp. Kevin lamp. Gedaan. Mooie lamp. Zodat het opvleurt. Ik moet meer show. Meer showbusiness. En Bulke moet weer stralen net als deze ruwe diamant. Want anders word ik gewoon verschrikkelijk boos. Waar blijft die Kevin? Ja, wat Kevin is een sukkel. Kiekeboe. Een wezenlijke kerel. Kiekeboe. Hallo Laura, mijn lieve baas. Kijk eens aan Jan. Jij kan hem niet knuffelen omdat je aan de andere kant van de beeld zit. Ach. Dat is mooi pech hebben. Haha. Ah, ze snijpen! Nee, wat kom je? Wat zeg je? Ja, wat heb je? Ja, ik vind het leuk. Haha, goed op je. Ik heb verrassing. Nou, ik wil geraffel. Tama! Arjan, Laura, let allemaal op. Ik vind het zo spannend. Ja, mag ik nog even één ding zeggen? Komt ie, ja. Ja, dank je dat ik even mag. Waar blijft dat? Oh. Is het van? Ik wou wat zeggen en ik ben hier de baas. Kevin, ja. Nog één zo'n aantasting. Zo noem je dat? Ongewenste imiteit. Dat jij aan me zit in ieder geval, dat bedoel ik. Dan kun je weg. Dan moet je nooit met je zien. Ik kan niet eens worden. Ik heb verrassing. Ja. Zo, kijk, dat is beter. Een lamp. Waar ik om gevraagd heb. Fijn dat de personeel elke week je luistert. Ik heb een hele mooie lamp. Ja. Oh. Nou, een hele mooie lamp. Helemaal spliksplinternieuw. En dan zal ik hem nu laten zien. En ja, de oude missen we natuurlijk heel erg, maar dit is... Oh, kom op, op. Jouw schuld! Het is precies dezelfde. Wij gaan een plan bedenken om die rond te laten opdraaien met dat geweer. Is dat zwaar? In de verliezen. Maar ik heb mijn puntjes nog. Kijk eens. Precies dezelfde.